Nou, goedemorgen, lieve mensen. Pasen volgens mij. Ik bedoel, tweede paasdag. Het is maandag, het is een zondag. Dus iedereen dan een prettige zondag. Wat een ontwikkelingen weer. Jammer, gisteren een filmpje van mij wat ik op de mondkapjespecialist terecht was gekomen. Toch eraf. En ik moet het toch zeggen, omdat ik commentaar heb op het Fidere-collectief. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Alleen de boodschap en de spiegel die we mensen proberen voor te houden, wat ontzettend weinig zin heeft, maar op langere termijn zeer zeker effect gaat hebben voor weer een stukje orde in Nederland terug te brengen. Met die wappies en die flappies en die gekkies. Die mensen, ik heb het met ze te doen, ze hebben hulp nodig. Tough love, want ja, weet je, laten we niet over woorden gaan lopen struikelen. Dit is een democratie, vrijheid van meningsuiting. Ik ben ook voor vrijheid van spraak. Ja, dat gaat dan verder dan mening, vrijheid van spraak, freedom of speech. Of en dat daargelaten. Je beste vriend kijkt mee, daarvan zeg ik inderdaad, dat is een triple agent. Dat blijft. Dat is een operator. Ik zeg dat, maar ik twijfel ook waarom. Omdat ik de weerstand die hij van mensen krijgt en dat hij nog niet is aangeklaagd voor smaad en laster, dan kan het wel zijn dat hij op het juiste sporen zit. Dus wat dat er gaat, of hij het prefabbed gekookt krijgt, dus kant-en-klare docu's, want ze zien er te gelikt uit, ze zien er te mooi uit. En nou, toch wel een redelijk klein bereik. Dus ik had er wat. Hè, dus dat. Nou, ik ben er niet van overtuigd, maar ik geloof dat het een triple agent is. Ik moet toch wel wat nuanceren. Of ik veel aannames maak. Ja, zeer zeker maak ik veel aannames. Oh, wacht even. Hallo, tijgertje. Of ik veel aannames maak. Ja, zeer zeker. Of ik een leugenaar ben. Nou, ja en nee. Want. Ik vind die mensen aardig en lief. En dan merk ik dat het leugenaars zijn. En ik heb ze dan geprezen en ik vind ze dan fantastisch. En als ik dan merk dat het leugenaars zijn of nepperd zijn, vind ik ze nog steeds aardig en lief. Maar weet ik ook waar ze naartoe gaan. Dus dat is heel dubbel. Daarin ben ik heel, heel, heel dubbel. Nou, noem me maar gespleten. Ah. Nog zo eentje die er kwam. Dikke Doei of zo. Weet je wel, allemaal van die rare namen. Zet gewoon je naam bij die. Zet gewoon je naam erbij. Doe gewoon voor alle lafaards met een anonieme account. Zet gewoon je naam erbij. Die Dikke Doei ook. Ja, je filmpjes worden steeds beter. En dan smiley erbij, allemaal dingen. Ja, dat is aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Dus ze maken contact. Ze zijn niet in staat om op een normale manier contact te maken of op een normale manier emoties over te dragen. Wat ze voelen of wat ze in die zin en wat ze willen weten doordat ze dingen voelen of denken. En dat zijn allemaal typische narcisten. Nou, dit filmpje wordt weer te lang, pardon. Maar dus voor hun goedemorgen en voor alle andere lieve en leuke positieve reacties. Dank jullie wel. Love you all. Ik moet nog even die gelijkenis een beetje uitwerken over wat als het nou andersom zou zijn. Als de regering zou bepalen, niemand beschermen, er is ebola en er is een kleine groep die graag gevaccineerd wil worden. Hè? Dus dat het andersom zou zijn, dat hè, het gevaar voor de wappies en die flappies dan hè, besluit zou zijn. Er is ebola, regering bepaalt, everybody's gonna die. Het is wel een beetje een domme ziekte, want die gaat zo snel. Dat is zo over. Dan ben je binnen geen lockdown. Ben je er zo doorheen. Maar toch. Hè? Tot de volgende aflevering.